Wat is BTW en waarom moeten we BTW betalen? Wie is ze verschuldigd en hoe wordt ze berekend? In deze video vertellen we hier alles over. Wat is BTW? Het is een indirecte belasting die eindconsumenten betalen aan de staat wanneer ze goederen of diensten kopen. Een simpel voorbeeld, als je stokbrood verkoopt aan je klanten voor 1 euro en je bent BTW-plichtig, moeten ze eigenlijk 1 euro en 6 cent betalen. Deze 6% die de verkoper ontvangt, wordt dan elke maand of elk trimester doorgestort naar de staat. Het goede nieuws is gelukkig dat je de BTW die je betaalt op je professionele uitgaven kan aftrekken op de BTW die je int op je verkoopfacturen. En het saldo stort je door naar de staat. Zo kunnen bedrijven tegen lagere kosten investeren. Een voorbeeld van een BTW-berekening. Laten we het volgende voorbeeld bekijken. Van cacaobonen tot het verkopen van ijs. En laten we in dit voorbeeld aannemen dat alle BTW 21% is, voor de eenvoudigheid. Boer A verkoopt elke maand een ton bonen aan chocolademaker B voor 2300 euro. Hij zal een bedrag van 2783 euro inclusief BTW factureren. De chocoladefabrikant betaalt dus 483 euro BTW aan de bonenverkoper. De chocolatier maakt van deze ton bonen 700 kilo chocolade en verkoopt die door aan de roomijsfabrikant tegen een prijs van 10 euro per kilo, exclusief BTW. Dit komt dus neer op 7000 euro exclusief BTW en 8470 euro inclusief BTW. Op deze transacties moet de chocolatier de geïnde BTW minder betaalde BTW doorstorten naar de staat. Dat wil zeggen, 1470 euro min 483 euro is 987 euro. Welke bedrijven zijn BTW-plichtig? Niet alle bedrijven zijn BTW-plichtig. Kleine ondernemingen met een jaarlijkse omzet die kleiner is dan 25.000 euro exclusief BTW kunnen vrijgesteld worden van de BTW-verplichting. En daarnaast zijn er ook verschillende goederen en diensten die vrijgesteld zijn van BTW door artikel 44 van het BTW-wetboek. De BTW-tarieven verschillen naar gelang de verkochte goederen en diensten. Terwijl BTW over het algemeen 21% bedraagt, kan dit ook 6% of 12% zijn. Maar geen paniek, als je vragen hebt, zijn wij er om ze te beantwoorden. En met onze app kan je in een paar klikken je BTW-aangifte indienen. Zonder moeite. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer.